Ja, Jordi en Arends, jullie hebben het maar wat goed daar, hè? Ja, we boffen echt. Maar ja, wij mogen geen duik nemen, want we hebben onze goede pak aan natuurlijk om op het werk te verschijnen. En als die nat wordt, ja, dan zijn we denk ik niet meer welkom. Ik heb trouwens wel voor de veiligheid nog eventjes de zwembandjes omgedaan. Ja, toch maar alles voor de veiligheid, hè. Ik heb dan wel mijn A, mijn B en mijn C diploma. Maar ik moet je wel vertellen dat het wel een half jaar geleden is dat ik heb gezwommen. Dus ja, of ik het nog kan, geen idee. Dat gaan we vast een andere keer testen. Vandaag was ik dus met het spelletje Waar ben ik? Bij zwembad De Alk in Biddinghuizen. De mand die is geraden, de grote zomermand of zomerkoeltas moet je het eigenlijk noemen. We gaan nog wel even praten met een badjuffrouw, dat is Natanja van De Alk hier in Biddinghuizen. Natanja, goedemiddag. Goedemiddag. Is het een beetje wat je ervan had verwacht, de drukte? Nou, het moet nog wat drukker worden. Het begint nu aardig binnen te stromen, er staat een klein rijtje bij de kassa. Dus ik verwacht dat er nog wel wat kinderen en ouders komen zwemmen om een frisse duik te nemen. Is het met deze dagen ook extra druk voor jullie? Ja. Ja, het is druk. Het is door de warmte ook wat zwaarder werk. Maar zeker de drukte, maar dat is ook weer heel erg leuk. Ja. Als jij, je bent badjuffrouw hier bij dit zwembad. Waar zoek jij je verkoeling? Ga je in de schaduw staan of moet je juist hier bij het zwembad in de buurt blijven? Nee, we moeten wel bij het zwembad blijven, want daar staan we voor. Hè. Dat is een stukje veiligheid. Soms onder een parasol, soms zoek je een klein stukje schaduw op. Of we wisselen even met een collega die in de schaduw staat. Dus we roleren en zo zoek je je koelte. En zeker met zo'n windje is het goed uit te houden. Is het niet heel saai werk, want alles gaat toch wel goed? Nee, het is zeker niet saai. En het gaat er zeker niet altijd goed, dus we staan er niet voor niks. Wat gaat er dan wel fout? Nou, mensen die op elkaar springen of kinderen die toch duiken waar het niet mag. Kindjes die zonder bandjes in het water gaan en nog niet kunnen zwemmen. Dus daar kan het wel eens fout gaan en daar staan wij voor. Want hoe lang ben je al zwemjuf? Heel lang. Ja? Ja, al 26 jaar. Oké. Waarom ben je dat zo geworden toen de tijd? Is dat per toeval gegaan of heb je er echt voor gekozen? Ik heb wel heel bewust voor het zwembad gekozen. Mede om de sportlessen, die vind ik ook heel erg leuk om te geven. En de kinderlessen. Toezicht hoort daarbij, is ook leuk. Stukje technische dienst, stukje leiding geven. En zo maakt het een compleet leuk plaatje. Ja. En in die 26 jaar, wat is er dan eigenlijk allemaal veranderd? Nou, nou, vooral de mensen zijn veranderd. Hè. Men zoekt veel meer op de grenzen. We luisteren minder, helaas. En ja, dat gaat met de veiligheid wel mis. We merken ook wel afgelopen jaren dat er toch kinderen verdrinken. Dat er ongelukken gebeuren. De regels qua veiligheid zijn strenger. Hè. De boksen worden gecontroleerd. De ophangconstructies moeten worden gecontroleerd. Dus dat zijn wel dingen die veranderd zijn. En het is hartstikke goed, want dat maakt het alleen nog maar veiliger. Nou, zometeen praten we nog even verder met Natanja, want ik ben wel benieuwd, als ik nou badmeester wil worden, waar moet ik dan op letten? Nou, dat gaan we zometeen eens even testen. Ja. Dan gaan we weer naar Jordi Bouw, want Jordi Bouw staat bij zwembad De Alk in Biddinghuizen, zwembaden. Hij staat ook daar gezellig te kletsen met de badjuffrouw. Volgens mij kunnen zij het wel goed vinden met elkaar. Dat denk ik echt wel, ja. Maar nou is het wel zo, Jordi, een paar jaar al de discussie van blijft dit zwembad bestaan? Het wordt een beetje met sluiten bedreigd, hè? Want ja, de gemiddelde zomer is niet zo goed in Nederland. Ik ben vooral afhankelijk van vrijwilligers, toch? Ja, en nou is de vraag, hoe is de situatie daar nu? Kan de badjuffrouw daar iets over vertellen, Jordi? Ja. Nou, we gaan het gewoon aan haar vragen. De badjuffrouw van zwembad De Alk in Biddinghuizen. Natanja, een vraag vanuit de studio. Ja, het is nu natuurlijk prachtig weer. Ik kan me voorstellen dat er nu heel veel kinderen naar het zwembad komen. Het buitenzwembad. Maar het is natuurlijk niet altijd mooi weer. Is zo'n zwembad nog wel rendabel te houden? Nou ja, met mooi weer zeker. En daarom passen we soms ook de openingstijden aan. We hebben nu dus een langere openstelling, zodat de mensen ook langer kunnen blijven. Daar maken we het aantrekkelijker mee, hopen we meer mensen mee te trekken. Maar als het rustig is, dan zijn we wat minder lang open. Ja, daar probeer je dat een beetje rendabel mee te houden met wat snoepverkoop en gezonde dingen verkoop. Maar goed, je moet je personeel betalen. Personeel staat voor een stukje veiligheid, dat moet er zijn. Techniek kost ook een stukje geld, water kost geld. Dus ja, weet je, het is rendabel te houden. Zeker in deze zomer is dat hartstikke mooi. Maar bij de mindere zomers wordt dat een stukje moeilijker. En hoe wordt dat dan opgelost? Wordt niet opgelost. Dat is, dat moet opgelost worden. Ja. En we hard werken en aan de andere kant hard werken. Dus het blijft ieder jaar weer een beetje spannend of het buitenzwembad open blijft?
Nou, weet ik niet. Nee, dat ligt een beetje aan de gemeente. Maar in feite, als je ziet met zo'n zomer wat we nu aan bezoek hebben en wat we al gehad hebben en nog de komende weken krijgen, dan lijkt het mij stug dat de gemeente gaat besluiten om het bad dicht te doen. Dus ja, we gaan ervan uit dat dat niet het geval is. Ja, als we nu het water in kijken, we zien natuurlijk tientallen kinderen het water in. Waar let jij nou precies op? Stel, ik wil badmeester worden, waar moet ik dan op letten? Nou, waar je op moet letten is de regels. Dat daar wel, weet je, waar je niet mag duiken is niet voor niks. Dat is niet voor niks verzonnen. Daar wordt toch gedoken. Dus mensen erop aanspreken van, joh, wat je doet is echt gevaarlijk. Goed in de gaten houden dat kinderen die niet kunnen zwemmen, dat er een ouder bij is in het water, dat de kinderen vleugels om hebben. Ja, als er heel wild gespeeld wordt, bij een kamp bijvoorbeeld, de kinderen erop wijzen van, joh, weet je, we doen het niet om je te plagen, maar stel je voor dat je met je hoofd op de rand valt, dus doe een beetje voorzichtig. Ja, dat zijn zo'n beetje dingen. Ja, je moet daar ook een feeling voor hebben. Je moet kijken in het water en dan zie je wat er wel of niet goed gaat. En ja, gelukkig gaat 9 van de 10 keer wel goed. En met deze hoge temperaturen aan het einde van de dag, heb je dan geen behoefte om zelf lekker het water in te springen? Nee, meestal neem ik wel een lekkere koude douche. Okay. Maar niet het water in? Nou, soms. Ja. Ja, ik heb net ook gezwommen, dus... Kun je zeker aanraden? Ja, dat kan ik zeker aanraden. Dat is lekker. Want hoeveel graden is het eigenlijk, het badtemperatuur? Het water is nu 31 graden. Dus dat is aardig opgelopen. Nog steeds wel verfrissend met de temperatuur boven. Maar het is nu 31 graden en dat loopt op, ja. En wat is het maximum? Nou, ik denk dat 35 graden niet meer lekker is. Nee. Dus dan moeten we iets gaan verzinnen dat we het water af laten koelen. En dan doen we niet meer de dekens 's nachts eroverheen. Dan koelt het water wel af. Ja. Mag ik ook een duik nemen? Ja, je kan zwemmen toch? Ja, ik heb A, B en C. Ja, A, B en C kun je zwemmen. Je hebt ook nog bandjes om, hè? Ja, dicht voor de extra zekerheid. Hè? Ga je gang, ik let wel op. Oké, nou, dan gaan we bij nu afronden. Natanja, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Ik hou je niet langer van je werk af, want je moet een hoop in de gaten houden. Ja, dankjewel. Jordi, dankjewel vanuit Marco. Ik ga denk ik het water in.